ben Wim Dufourmont, technisch directeur van deze campus, Campus Hemelvaart, die deel uitmaakt van een grotere groep, de St. Pauli School. Wel, het gebouw waar we ons nu bevinden en waar dus ook ETAP gezorgd heeft voor nieuwe verlichting, dat is een gebouw van halfweg de 60er jaren van de vorige eeuw. Nu, de armaturen die daar aanwezig waren, dat waren nog altijd de oorspronkelijke armaturen, dus T8 armaturen met mechanische ballast, waarvan duidelijk is dat die hun beste tijd hebben gehad, waarbij dat ook die armaturen een klein rendement hebben. Die ballast produceert nogal wat warmte en ook de lichtverdeling op de werkoppervlakken was eigenlijk niet optimaal. Vandaar dat we op zoek waren naar een systeem waarbij hij zegt van modern, eigentijds, met een mooie lichtspreiding over de ruimte en uiteraard met een zo klein mogelijk energieverbruik. ETAP Lighting International is already 70 years in the professional lighting industry. We are a family-owned company, but with international presence. With our headquarters here in Malle, we have a place where we are developing and producing our product offer. We hebben dus voor dit project eigenlijk de behuizing, de bestaande behuizing van de verlichting behouden. De reflector, de lamphouders eruit genomen en een op maat gemaakte module ingepast. En heeft daarbij niet de plafonds moeten herstellen, niet moeten schilderen. Dus wat ook de kostprijs voor de school enorm drukte op dat moment. Maar anderzijds was ik ook het idee genegen dat we binnen ons economisch model er anders tegenaan moeten en dat de mensen die produceren, dat die eigenlijk ook verantwoordelijkheid moeten kunnen blijven voor wat zij produceren. Wij hebben voor dit project een engagement van 20 jaar. Wij zijn 20 jaar volledig verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verlichting. Dus wat er ook gebeurt, het is ons probleem, het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat zij goede verlichting hebben. Met Light as a Service behappen we eigenlijk het geheel van een lichtinstallatie. Dat wil zeggen, wij maken het lichtontwerp. Wij staan in voor de financiering. Wij staan in voor het onderhoud, preventief, curatief. En we staan ook in voor renovatie of terugname op het eind van een bepaalde gebruiksperiode, waarbij wij ons engageren om onze producten op lange termijn in een circulaire flow te houden. Verder staat ETAP volledig in voor het onderhoud. Op jaarlijkse basis voeren zij een controle uit en hoeven wij ons eigenlijk geen zorgen meer te maken. Dat betekent concreet dat wij daar dus als school zelf met onze werkmensen geen tijd en geen energie meer moeten insteken. Voor ons is het eigenlijk een pure winsituatie. De klant die betaalt voor de Light as a Service een jaarlijkse fee. En die jaarlijkse fee die bestaat uit de investering, de financiering en de onderhoudskost. De investering die bestaat uit de verlichting en de installatie. En die kost, die totale kost in zijn geheel, die wordt gespreid over 10 jaar. En aan elk jaarbegin betaalt de klant zijn jaarlijkse fee. Het proces om uiteindelijk te komen tot de herinrichting van de verlichting binnen dit gebouw is eigenlijk een proces dat voor mij zeer vlot is verlopen. Dus na de eerste contacten die ik heb gehad met ETAP en met Michael, zijn er vrij snel zeer transparante voorstellen gekomen, zowel voor wat betreft de verlichting zelf als wat betreft het contract. En dan weet je eigenlijk dat je als gebruiker beter materiaal krijgt dan wat je kan kopen, juist omdat hij verantwoordelijk blijft voor dat materiaal gedurende een zekere periode en dat hij op het einde van de rit zorgt voor een maximale recyclage van dat materiaal. We strongly believe that if producers are not remaining responsible for their products, we will never get to a circular economy, because being responsible for your product during the whole life cycle makes you develop your product in a completely new way. We are convinced that more and more customers are not wanting a service, but really a performance contract. Do you live up to your promise during the whole lifetime? Bij Light as a Service is het belangrijk dat we onze lichtinstallaties voorzien van een beheerssysteem, een controlesysteem. Via remote connectie zijn we dan in staat om installaties van op afstand te beheren, aanpassingen te doen, rapportages te maken en ons eventueel preventief voor te bereiden voor een interventie.
Voor de verlichting kunnen we inzichten verwerven en wordt een nieuwe kans tot energiebesparingen duidelijk. De noodverlichtingsarmaturen worden preventief bewaakt, rekening houdend met de geldende Europese normen. Kortom, het is onze taak om de gehele installatie van de klant te beheren, te bewaken en technisch in orde te houden over de gehele duur van het stellaascontract. Een van de belangrijkste voordelen voor ons is dat de kwaliteit van het licht, zoals dat we het nu hebben in dit gebouw, veel beter is. Vroeger hadden we TL-lampen en dan was dat heel vaak met flikkeringen of was er een geluid die op de achtergrond speelde. En toen dacht ik van, tja, dat is nu eindelijk al veranderd. En dan pas werd ik mij bewust van, daar stoor ik mij niet langer aan. Maar ook voor het onderhoud van die verlichtingen is dat voor ons zuivere winst. Dat waren dus TL-armaturen. Regelmatig waren die defect of die ballasten waren defect. En dan moest onze werkman dat vervangen. Het voordeel met deze verlichting is dat we eigenlijk dat niet meer moeten doen. En ook, wij hoeven eigenlijk geen materiaal meer zelf te kopen. TL'en en starters, dat moeten wij niet meer kopen. Dus dat is eigenlijk voor ons een zeer gemakkelijk systeem om toch mooie en degelijke verlichting te hebben in de lokalen. Of course, using an as-a-service model also has benefits for ETAP. First of all, we are absolutely convinced that this is the model of the future. Because people want to focus on the core activity they are responsible for and being flexible also moving forward in a continuously changing environment. En dat is ook naar leerlingen toe niet onbelangrijk, omdat zij die planeet nog langer zullen nodig hebben dan wij. Dat zij dat besef ook krijgen van, dit is belangrijk, en dat ze daar vanuit de school een soort voorbeeldfunctie voor krijgen. Ik denk als school moeten we meer gaan inzetten op duurzaamheid, op het circulaire. En dan mogen we gerust zo'n projecten wat extra in het daglicht gaan stellen. Of course, it will be our customer who decides whether they want to opt for such an approach or another approach. In both cases, we will deliver them high-quality products. But we have surpassed the initial learning stage. And we now have a value proposition which is scalable. And we want to deploy in a lot of countries where we are not yet active really with an as-a-service opportunity.